Snapchat. Inmiddels hebben ruim 1,5 miljoen Nederlanders deze mobiele app. Maar wat is het? Wat kun je ermee? En hoe kun je Snapchat nou inzetten voor je bedrijf? In deze video laat ik het je zien. Snapchat is een app waarmee je foto's en video's kunt sturen. En wat het anders maakt, is dat de berichten maar een paar seconden te zien zijn en daarna compleet verdwijnen. Nou, zo werkt het. Dit is je beginscherm. Je ziet hier meteen de camera, die je natuurlijk ook kunt switchen naar de camera aan de voorkant. Dat doe je gewoon door 2 keer te drukken. Een foto of video maken doe je met deze knop. Als je hem indrukt, dan maak je een foto. Als je hem langer indrukt, een video. Ik maak even een foto. Wil je tekst toevoegen, dan kan dat ook. Druk dan op het scherm, daar waar je de tekst wil toevoegen. Typ dan de tekst en die kun je ook nog groter maken, kleiner en bewegen. Wil je nog wat simpele tekeningen toevoegen, dan kan je dat via deze tool doen. Linksonder bij dit klokje kun je aangeven hoe lang de ontvanger jouw bericht mag zien. Daarnaast het download knopje, hiermee kun je dit fotootje op je mobiel opslaan. Je kunt er ook voor kiezen om dit bericht te plaatsen in Snapchat Stories met deze knop. Nou, dit is heel erg interessant, want als je dit doet, gaat dit naar al je Snapchat volgers en kunnen ze dit in jouw story, dus jouw verhaal, zien 24 uur lang. Dus dat is een dag beschikbaar. Zodra iemand jouw bericht heeft gezien, dan krijg jij daar een melding van en kun je weer wat terugsturen. En zo gaat dat heen en weer. En mocht iemand toch een screenshot maken van jouw video of foto, dan krijg je daar heel netjes een melding van Snapchat. Het Wereld Natuurfonds in Denemarken en Turkije heeft onlangs veel succes gehad met de Last Selfie campagne op Snapchat. De Last Selfie foto's van bedreigde dieren symboliseren hoe deze diersoorten net zo snel zouden kunnen vervagen als een selfie op Snapchat. En een baan vinden of een stageplek kan ook met Snapchat. Grubhub plaatste 6 plaatjes op Snapchat met daarin instructies om in aanmerking te komen voor een stageplek. Ook erg uniek was Taco Bell's live minifilm om hun nieuwe taco's te promoten. Ze gebruikten hiervoor de story feature op Snapchat en lieten 1 hele dag verschillende stukjes van 1 film vrij. Het was allemaal gefilmd en op Snapchat gezet in minder dan 24 uur. All right, we are here. And where are we? Exactly where you need to be. Scared face. Dus, heb jij een nieuwe collectie, een productlaunch of ga je naar een evenement? Dan is Snapchat een hele luchtige, unieke manier om je volgers op de hoogte te houden. Helaas is het nog niet mogelijk om statistieken bij te houden op Snapchat. Dus dat is iets waar ik echt nog op zit te wachten. Maar ik ben ook heel erg benieuwd naar jouw ervaringen met Snapchat. Wat zijn jouw tips? Wat zijn jouw tricks? Deel ze met ons. Ik hoor het graag. Doeg! Instagram, het sociale netwerk waar iedereen op lijkt te springen dit jaar. Maar hoe zet je Instagram nou in en hoe krijg je meer volgers? Ik deel mijn en eigenlijk ons advies van Frankwatching in deze video. Maar ik ben ook heel erg benieuwd.